Hallo beste kijkers en hartelijk welkom voor hopelijk weer een spannend potje voetbal. Uw commentatoren zijn vandaag zoals altijd Jeroen Guter, mijn collega hier naast me, en ikzelf, Siert de Vos. En zo dadelijk gaan we kijken naar een competitiewedstrijd. Wat een wedstrijd wordt dit. Ja, dankjewel Siert. Nou, het zou als een heel interessante ontmoeting kunnen worden hoor. En de sfeer in het stadion is prima. Veel mensen verwachten dat het een open wedstrijd wordt. Thank you. Enjoy the game. De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Nicola Stanciu. Hij brengt de bal dichter naar het doel. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Wat een kans! Maar hij houdt hem. Die speler was er doorheen, maar hij faalt in het 1-1 duel met de doelman. De bal wordt voor het doel gebracht. Schitterende redding. Die bal van zo dichtbij. Die gaat er normaal gesproken gewoon in. Nou, dat doet hij gewoon bijzonder knap, zie je het. Hij blijft goed naar de bal kijken en reageert dan ook adequaat. Hoekschop in het centrum geplaatst. Hij neemt geen risico en beukt die cornerbal weg. Hij let goed op en onderschept die paas. De speler werkt de bal naar voren. Blaszczykowski. Benson. De paal terug in het spel. Nolan Roux. Gaat dit wat worden? Doelpoging. Bang, die bal kaatst terug van de paal. In het centrum gespeeld. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Ja, de jacht op de voorsprong was hier bijna succesvol. Hè? Ze komen er heel dichtbij. Jammer hoor. Nolan Roux. Juan Pablo Añor. En nu wordt het oppassen. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Die doelman moet opletten. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Blaszczykowski. Een kans op een counter. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Hij gaat het proberen. Nou, dat scheelde niet veel hoor, Jeroen. Ah, dat was bijna een goal. Dat was bijna een goal uit die snelle counter van ze. Jammer dat ze er niet van kunnen profiteren. Oscar Trejo. Ze geven de bal weg. Wat gaat hij hiermee doen? En een schot. Ja hoor, raak. Het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij zit er al in. Nou, dat is toch een heerlijk begin van de wedstrijd. Ja, deze ploeg laat zien wakker te zijn.
Laten we nog eens kijken. Zoals we gewend zijn, van hem cool afgerond. Niet op kracht, maar op techniek. Ja, waarom poeieren als je de bal in het net kunt plaatsen? Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Juan Pablo Añor. Ze leveren de bal in. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zit ertussen. Hij pakt de bal en begint aan de uitbraak. En hij schiet! Hij kwam 1 tegen 1 met de keeper te staan, maar verpunst die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, Siert, dat het knap is hoe de keeper de bal pakt. Hè. Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. Nicola Stanciu. Taylor. Goed gereageerd zeg, en daarmee heeft hij die paas onderschept. Richting het doel. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Bam! En dat is een mooi doelpunt. Hij heeft, denk ik, wat zelfvertrouwen gekregen van het eerste doelpunt. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Oscar Trejo. Juan Pablo Añor. Blijft goed aan de bal. Nolan Roux. Zou wel eens wat kunnen worden. Nou, wat kan hij hiermee? Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. En de verdedigers hebben hun posities al. En hij komt eruit met de bal. Nicola Stanciu. De doelman zit ertussen. Oh, wat een ongelofelijke kans. Die had erin gemoeten. Maar ja, ook sterk gekiept hoor. Hoekschop wordt voorgegeven. Een eenvoudige redding van die keeper op die koppel, of niet? Ja. Daar zou je normaal gesproken zijn bed niet eens voor uitkomen. Ja, nu kan er een counter komen. Kunnen ze profiteren van deze pass? Hij geeft hem diep. Hij pakt hem! Een slachtige poging om de bal weg te werken. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Blasikowski. Boom. Koekoek, wat een doelpunt. Het niveauverschil wordt steeds meer uitgedrukt in de score. Ja, van spanning in deze wedstrijd is nu echt geen enkele sprake meer. Een andere hoek voor de herhaling.
één team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Daar gaat het balbezit. Oscar Trejo. De verdedigers kijken toe hoe de tegenstander de bal rondspeelt. De verdediging blijft wel geconcentreerd. Kunnen ze dit snel uitspelen? Ze kunnen het nog afmaken. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Om een keer beter timen. Dit is buitenspel. John Brooks. Wat gaat hij hiermee doen? Ratatatatatata, die gaat er uitstekend in. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Het is levensgevaarlijk vandaag. We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Steven Nzonzi. Taylor. Ze geven de bal weg. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. En nu snel schakelen voor de counter. Toch de kans. Wat een heerlijk doelpunt, zeg. Ja, mooie voorzet. En dan is die volley ook perfect uitgevoerd. Meesterlijke techniek. Prachtig om te zien. Die voorzet, oké, die is fraai, maar... Dan komt het moment, hè. De wijze waarop hij de bal met een volley in het doel jaagt. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Vandaag komen zijn passes goed aan. Steven Nzonzi. Dan schiet hij wel zo naar de tegenstander. Oscar Trejo. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Er ligt een counter op de loer. Goed gezien, mooi uitgevoerd. Hoge steekpaas. Daar is het schot. Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller. Maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee behoedt hij zijn ploeg voor een nederlaag. Cruciale redding. Hoekschop in het centrum geplaatst. Nee, daar schieten ze uiteindelijk niets mee op. Hij neemt geen risico, werkt de bal over de zijlijn. Danny da Costa. Daar schiet hij. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Ingeleverd.
schiet hij op doel. Goed gedaan van die doelman. Hoekschop komt voor. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd kreeg. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Steven Nzonzi. Nolan Roux. Juan Pablo Añor. Oscar Trejo. Gaat dit wat worden? Weer een balletje heen en weer. Heel geduldig spelen ze nu op zoek naar een opening. Blaszczykowski. Wat gaat hij nu doen? Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Hij wist precies wat hij deed en onderschept de bal. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Juan Pablo Añor. Oscar Trejo. Steven Nzonzi. De blessuretijd gaat volgens de vierde official 4 minuten duren. Blaszczykowski. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval voeren. De verdediging zit ertussen. Juan Pablo Añor. Opnieuw slordig met het balbezit. Op weg naar het doel nu. Dit kan wel eens een kans opleveren. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Ah, moet je kijken hoe je die actie maakt. Hij gaat en hij gaat en hij gaat. Ja, zoveel ruimte moet je hem natuurlijk niet geven. Want dan is dit de consequentie. Maar complimenten hoor, hoe je het afmaakt. Een heerlijke actie. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen en hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Oscar Trejo. We gaan rusten. En dat met een verrassende score. Deze speler, ja, je kunt niet anders zeggen, speelt een hele fijne wedstrijd vandaag. Hij speelt vandaag een voortreffelijke wedstrijd. De 2 assists waren heel belangrijk en dat is natuurlijk precies waar een speler van zijn kaliber voor wordt ingehuurd. We trappen af voor de tweede helft. Als we terugkijken op de eerste helft, dan was maar één team de baas. Slordig. Balbezit. Oscar Trejo. Juan Pablo Añor. Ja, nog maar een keer die bal verspeeld, waarom niet? Dat leidt tot een vrije trap. Nou, van uitstel komt nu even geen afstel. Want kijk. Daar is die gele kaart alsnog. Ja, maar weet je wat ik zo goed vind, Siert? Dat hij eerst even liet doorspelen. Want ja, je weet maar nooit wat de situatie oplevert. Nee, hij kopt helemaal verkeerd. Alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. John Brooks, Diego Rico,
Benson. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Een fantastisch doel. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal. Hij schiet hem van dichtbij in. Geen bijzondere prestatie, maar ik heb ze ook al eens mis zien gaan. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Hij zit er goed tussen bij die pas. Het ziet er veelbelovend uit. Hij legt hem bij de tweede paal. Ja, doelpunt, schitterend. Ze zochten met een paar goede passes naar een opening voor een voorzet. En toen die helemaal kwam. Toen klaarde hij dit klusje voor het doel. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Nummer 12, Ben Heijma. Oscar Trejo. Nolan Roux. Hij laat de tegenstander achter zich. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Ruimte voor de counter. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Wat fijn, toch de kans. Fenomenaal, een razendsnelle uitbraak en wat een geweldige afronding. Er zit zoveel snelheid in deze ploeg. Hè. En de counters die zorgen elke keer weer voor gevaar. En die zit. Waar is de doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Nicola Stanciu. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Bam! En dat is een mooi doelpunt. Ja, en als je dan de bal op die afstand van het doel aangespeeld krijgt, dan is afronden makkie natuurlijk. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor en laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Kijk, dit is een scheidsrechter. Die snapt dat, hij laat gewoon doorspelen. Lijkt me een juiste beslissing. Misschien wel een ABC'tje. En hij komt eruit met de bal. Hij moet de bal makkelijk tegen te houden. Er ligt ruimte voor de counter. En met de bal aan de voet de uitbraak. Redding, spel gaat verder. Deze bal houdt hij gemakkelijk tegen. Ja, voor die eerste inzet. Daar moest hij meer zijn best doen. En die pakte hij geweldig.
Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Het andere team weer aan de bal. Dit kan wel eens gevaarlijk worden. Geweldig doelpunt, echt. Het lijkt misschien makkelijk om deze bal erin te schieten. En ja, dat is het eigenlijk ook van deze afstand. Hij blijft maar gaan, hè. Hij blijft maar gaan. Wat een actie. Hij komt steeds verder. Ja, en elke keer weet hij uit de greep van zijn tegenstanders te blijven. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Opnieuw slordig met het balbezit. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Die bal verdwijnt in het net. Hij schiet hem van dichtbij in. Geen bijzondere prestatie, maar ik heb ze ook wel eens mis zien gaan. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Nicola Stanciu. Schiet die bal zo naar de tegenstander. Diego Rico. Veel ruimte op de flank. Daar is hulp van een teamgenoot. Hij probeert naar binnen te komen. Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Diego Rico. Kunnen ze profiteren van deze paas? Schiet kans. Zo, wat een mooie. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Hij blijft ze erin schieten, hè. Dit is alweer zijn derde van het duel. En dat noemen we dan een hat-trick, hè. Fantastisch gedaan. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Beroerd verdedigd. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hey, meester! Ben ik nou gek, Jeroen? Die had er toch in gemoeten? Nee, zie het, je hebt helemaal gelijk. Je hoeft trouwens ook niet aan jezelf te twijfelen. Dit was gewoon een uitgelezen kans. Maar ja, hij mist in deze 1-tegen-1 situatie. Over de vleugel. Benson. Gaat dit wat worden? En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hij heeft vandaag nog niet echt laten zien waartoe hij in staat is. In aanvallend opzicht dan. Ja, hij heeft het maar moeilijk vandaag. Ik weet niet wat dat is. Qua doelgerichtheid laat hij gewoon veel te weinig zien. Bij een achterstand moet je ook het doel van de tegenstander een keer onder vuur nemen. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. En de bal ligt in het net. Dit is wat je in jargon een gouden wissel noemt.
prachtig om te zien. Die grijns op zijn gezicht. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor en laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Nog eens vanuit een andere hoek. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Zegt de paas, hij levert hem in. Dat moet beter. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Wat gaat hij nu doen? Die scoringskans kwam een beetje uit de lucht vallen voor hem. Hij was er niet op ingesteld. Nee, zie het. Hij werd erdoor verrast. En hij stond uit balans. Dit is het einde van zijn wedstrijd. En wat voor eentje. Sterk gespeeld. En de toeschouwers waarderen dat. Vanaf het allereerste fluitsignaal heeft hij keihard gewerkt. En hij dicteerde een groot deel van de wedstrijd. Goed gedaan. Er zijn nog 15 minuten te gaan. In de reguliere speeltijd. Timothy Weah. Een schot. Een routineklusje voor de doelman. Dit schot. Benson. Nicola Stanciu. Loopt lekker zo. Weer die bal kwijt. Blaszczykowski. Dit kan maar eens een kans opleveren. Die doelman moet opletten. Goed de bal afgepakt. Emiliano Velasquez. Gevaar is geweken, de bal is weg. Hij gaat erop en nu snel schakelen voor de counter. Een hele belangrijke verdedigende actie. Timothy Weah. En opnieuw wordt de bal weggegeven. Wat gaat hij hiermee doen? Hij gaat het proberen. Die is voor de doelman. Wat een geweldige bal. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Scoren. Hattrick, hij mag de bal straks hebben. Lekker hoor. En hij heeft er al een paar thuis liggen. Een geweldig moment. Elke keer weer voor hem en zijn team. Nu is de wedstrijd al gespeeld, nu ze de voorsprong nog groter maken. Oscar Trejo. Emiliano Velasquez. Timothy Weah. Juan Pablo Añor. Zou wel eens wat kunnen worden. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Blaszczykowski. Nou, wat kan hij hiermee? Uitstekende mogelijkheid. Een lekker doelpunt. Goed geraakt. Geweldige volley. Genieten. Magistraal. Prima geraakt. Maar vergeet ook niet die geweldige voorzet. Heel goed gedaan. En die zit. Waar is de doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen.
De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. Emiliano Velasquez. De paas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Gaat dit wat worden? Dribbelt verder in. Doelkans! Daar zit iemand tussen bij dat schot. Er wordt gefloten voor buitenspel. Maar dat kan nooit veel schelen. Goed breed gemaakt daar. Diego Rico. Het ziet er veelbelovend uit. Kunnen ze profiteren van deze pass? Oh, wat een boeier zeg! Maar hij gaat wel over. En als hij erin ging, zou hij door het net zijn gegaan. Het ontbreekt dan wel niet aan een ietsie-pitsie nauwkeurigheid. Hij houdt die bal mooi vast. Steven Nzonzi. Zegt de paas, hij levert hem in. Dat moet beter. En nu wordt het oppassen. Kan hij hiervoor gevaar zorgen? Taylor. Steven Nzonzi. Ja, van de spelers hoeft het niet deze 5 minuten extra speeltijd. Even volhouden dan maar. Ja, hoor je dat? De supporters die vinden het nu wel genoeg, hè? Ze laten duidelijk horen dat de scheidsrechter voor het eind van de wedstrijd moet fluiten. Dit kan maar eens een kans opleveren. Hij stoomt verderop. De verdediger stopt die voorzet af. Die legt hij terug op de doelman. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Werkt de bal goed weg. Wat schot kijkt de doelman gewoon naast. En nu heeft de scheidsrechter de gelegenheid om hem alsnog die gele kaart te geven. Ik zweer het je, die speler die hoopte stiekem dat hij het vergeten was. Maar niet dus. Voor die actie wordt terecht gefloten, te hard ingekomen. Die ingreep was inderdaad te stevig ingezet. De scheidsrechter fluit terecht voor een vrije trap. John Brooks. Benson. Nicola Stanciu. Die doelman moet opletten. Nee, dit is een parodie op een schot. Ja, hard dat wel, maar volstrekt onnauwkeurig. Ja, dan belandt de bal hopeloos ver van het doel af. Er wordt gefloten, de wedstrijd zit erop. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Dat was natuurlijk van het grootste belang bij de totstandkoming van deze overwinning.